Dit zijn de oude scheepsmanifesten. Ze zien er nog goed uit. Moet je dit zien? Dit kan het zijn. De Esperanza vertrok vanuit Callao, Peru. Aan boord 800 goudstaven, 1200 zilverstaven, smaragden, gouden maskers, ornamenten. Zo, je leest 16e eeuw Spaans. Je kunt dus meer dan alleen graf roven, hè? Hebbes, gouden beeld, gewicht, 20 aroma's. Dat is bijna 250 kilo, dat moet hem zijn. Wauw. Kijk eens aan. Ik vind het eigenlijk maar een eng ding. De laatste aantekening. Van een speciaal iemand? Wat? Oh. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Oh. Ik dacht dat jij van het type in elk stadje een ander schatje was. Mocht ik willen. Nee, dit was de ring van Francis Drake. Ik heb hem min of meer geërfd. Sic parvis magna? Het grote begint bij het kleine. Dat was zijn motto. Kijk eens naar de datum. 29 januari 1596. Eén dag nadat hij zou zijn gestorven. Wacht, wat betekenen deze nummers? Coördinaten, vlak voor de kust van Panama. Oh, dus zo heb je de kist gevonden. Ja, dat klopt. Het is een aanwijzing van Drake die precies aangeeft waar de kist ligt. Als je slim genoeg bent om het te ontdekken. Ja, leuk geprobeerd. Maar we gaan nog steeds voor die boot. Ja, helaas is dit het enige wat we gaan zien van Eldorado. Er is geen boot te zien, Hit. We hebben ons vervoer gemist. Nee, daar is hij. Aan de andere kant van de haven. Kom op. Hey, weet je wat? Als ik hier nou wacht, dan kun jij draaien en dan haal je me hierop. Oké, wat ben je van plan? Oh, niks. Ik wil gewoon hier blijven voor meer materiaal. Ik red me wel. Oké, goed. Maar beloof me dat je hier blijft. Ja hoor, het zal wel. Ugh.
is dit nu weer? Wacht, die hoort niet bij Eddie.